Hebben jullie het ook gelezen, vrienden? Ja, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja, die vervelen zich kennelijk. Of die volgen niet wat er aan de hand is in Nederland. Maar die hadden eventjes een onderzoekje gedaan. Ja, en wat blijkt uit het onderzoek? Ja, hou je vast. De helft van Nederland heeft geen vertrouwen in het kabinet en in de Tweede Kamer, kortom in de politiek. Nou. Wij vielen natuurlijk met z'n allen achterover van verbazing. En we dachten bij onszelf, wat een verrassende uitslag hier. Hé, dat weten wij al heel lang. Ja, die mensen die hebben zeker de televisie niet gevolgd. Met alles wat de mensen daar vertellen. In nieuwsprogramma's en in die talkshows. Alles geklaag over de politiek en Den Haag. Ja, en hebben zeker nooit gekeken hier op dit kanaal. Naar alle reacties van mensen als ik iets over politiek zeg. Ja, die klagen allemaal. Steen en been en noem het maar op. En wat denk je van al die politieke polls die er zijn geweest de laatste tijd? De helft van de kiezers, tjup, die lopen weg bij de regeringspartijen, VVD, D66, CDA, die weten niet hoe snel ze moeten wegkomen. En als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zouden ze allemaal bijna op die Caroline van der Plas gaan stemmen. Dus is dat allemaal daar, bij dat planbureau, is er dat allemaal ontgaan kennelijk. En dan heb ik het toch niet eens gehad over al die omgekeerde vlaggen in Nederland. En die overal hangen. En hebben ze dat ook niet gezien kennelijk. Nou vrienden, het is te gek voor woorden om zo'n onderzoek te houden. Het is toch volkomen duidelijk. Er is totaal geen vertrouwen in die politiek. En dat komt door al die affaires die er zijn geweest. En of dat nou het stikstof is en of dat nou het asiel is. En dan weet ik veel allemaal. En ik vergeet er natuurlijk een aantal te noemen. En er zijn, het was één grote puinhoop en één grote chaos. En dan ook nog eens een keer al dat liegen over die omzichten. Noem het allemaal maar op. En dat vergeten mensen niet. En mensen hebben er dan gewoon geen vertrouwen meer in. Plus dat die mensen in Den Haag, die zijn alleen maar met zichzelf bezig. En met hun partijpolitiek. En hoe houden we de achterban tevreden? En laten we niks te veel zeggen? En dat zag je nu ook weer in Op 1. Er zat zo'n VVD'er en die Kokkelman die vraagt elke keer maar aan die VVD'er. Ja, wil u nou die toestroom van die vluchtelingen, wil je dat nou minder, ja of nee? En die man, en dat draai, en maar draaikonten, en maar draaikonten, en maar draaikonten. En maar niks zeggen, en nog eens, en nog een uitvlucht, en nog een keer draai. Daar hebben mensen dus ontzettend genoeg van. En ze hebben genoeg van dit, van het geleuter. Het gewoon kwak. Daar hebben ze gewoon genoeg van, die mensen. Ja, de mensen willen gewoon het ouderwetse, zoals ze in Rotterdam zeggen, gewoon geen woorden, maar daden. Ze willen daden. Ze willen dingen zien gebeuren gewoon. Ophouden met kwak. Daar hebben ze geen trek meer in. Mensen willen gewoon niet lullen, maar poetsen. Dat is wat ze willen. Gewoon, doe nou wat. En ga niet zeggen van, ja, we kunnen niks doen nu aan de koopkracht. Ja, en al die mensen die nu thuis zitten, die honderdduizenden, die niet weten hoe ze door de winter moeten komen. Door de hoge kosten, zowel in de supermarkt als van energie. En hoe gaan we die dan helpen? Daar hebben we nog steeds niks over gehoord. In godsnaam in Den Haag. Is maar één manier om weer iets van het vertrouwen terug te winnen. En dat zijn gewoon daden. Ga aan de gang!